Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van Rosso's Running Channel. Vandaag even geen wedstrijdaflevering, maar wij gaan vandaag richting Erika rennen. Een van de muziekcomponisten van Rosso's Running Channel die is daar net komen te wonen. En wij gaan gewoon even gezellig op visite. Ja, waarom dat niet rennend doen? Ik heb toch mijn fiets daar al staan. Kunnen we mooi terugfietsen. Dus Leroy, ik ga onderweg. Tot zo. Trouwens wel leuk, het nummer wat je op dit moment hoort, dat is dus van Leroy, waar ik nu naartoe ga. En ja, hij heeft er een aantal geschreven, nog een paar kameraden van mij. En ja, als jullie ook gratis muziek kunnen maken voor YouTube, wat een beetje past bij mijn kanaal, meld je aan, zeg het me. Ik stop het er graag bij in. Nou, wij lopen even. Wij rennen even een stukje verder. Tot zo.
Nou, we zijn ongeveer voor de helft onderweg. Zat ik zo. En ja, ik begin toch weer een klein beetje te drinken aan dat lekkere biertje. Dus ik denk dat wij straks, als ik het bordje Erika zie, Leroy maar eens even gaan bellen. Want het kan niet zo zijn dat als ik aankom, dat er geen biertje voor Jampie koud staat. Sigaartjes heb ik al op de rug, dus dat komt goed. Dus ja, ik denk dat dat het plan is. Laten we dat maar uitvoeren. Tot zo.
is die dan? Het badje Erika. Wacht eens even. Hier hebben we natuurlijk nog wat moois voor. Want ik zie hier een aantal mooie, prachtige stickers op. Maar in mijn ogen mist hier nog een stickertje. Het is even iets moeilijk tolken, natuurlijk. Ik heb de handen een klein beetje bezweet. Ja, ik heb hem. Maar daar komt hij, jongens. Wij waren hier. Prachtig. Nou, nu wordt het tijd om de thuisbasis van mijn beste maatje en muziekcomponist, een van de Rosso's Running Channel, is eventjes op te bellen om te vragen of hij al een koud biertje heeft klaarstaan. Nou, zullen we eens even zien. Daar is hij dan. Bellen. Ik ben benieuwd. Hallo Jan. Hallo Leroy. Hoi. Mooi. Je zit live in de uitzending bij Rosso's Running Channel. Jongens, wat spannend weer. Ja, we zijn net het bordje Erika voorbij. Ik heb er nog even een prachtige sticker opgeplakt. En ja, het is nog maar een klein stukje naar je huis toe. En dan lusten wij wel een koud biertje. Nou, ik heb er een x-aantal klaarstaan, dus dat komt helemaal goed. Nou, kijk eens aan, een x-aantal. We zijn wat van plan op Rosso's Running Channel, zou ik maar weer zeggen. Ja, lekker. Dus ik zal in ieder geval, ik heb jou eventjes genoemd als componist van dit kanaal. En ik zal ook even een link bij de beschrijving van YouTube erbij zetten van zijn kanaal. Zodat jullie de nummers in alle rust terug kunnen luisteren. Zonder mij er doorheen te praten en fade-innetjes en fade-outjes. Leroy, ik ga even weer verder rennen. Ja. En dan zie ik u zo. Succes nog even en tot zo. Tot zo, jongen. Doei. Doei. Nou, dat was hem dus. Hoor je ook eens de stem waar de muziek van weg komt. En wij gaan nu eventjes een stukje verder. Dus even de telefoon weer in de broek doen. Anders dan valt die mij er ook nog uit. Dat moeten we natuurlijk niet hebben. En tot zo. Tot zo, jongens.
Nou, we zijn in de weg bijna. Ik moet nog even één afslag doen. Dit is de allerlaatste. En dan zijn we gearriveerd bij mijn maatje. Ik zie het huis al voor me. En hij staat er ook al. Ik zie jullie zo bij de afsluiting. En wij gaan even lekker een biertje drinken. Dag Leroy. Hallo. Dit is Mr. Leroy. Hallo. Ja. De componist van Rasmus Running Channel. En ik kan niet wachten op mijn lekkere biertje. Tot bij de afsluiting. Joe! Nou, dit was de run naar Erica richting mijn beste maatje. Het was een lekkere pittige run, maar goed te doen. We hebben alweer een beetje faam bij het bordje Erica gemaakt door een prachtig mooie sticker erop te plakken. Dus, en dat moeten we eens even vaker gaan doen. Overal een beetje reclame maken, kan nooit geen kwaad. Ik ga even lekker kalm aandoen. We trekken het pilsje open. En we gaan genieten van de avond. Ik zeg tot de volgende keer, tot de volgende run, tot bij de volgende Rasmus Running Channel.